Het ziet er allemaal mooi uit en ik, uh, en ik ben blij dat ik zeker nog een jaar bij, uh, bij Sparta speel. Want je hebt verlengd tot 2019, je had een contract tot 2018. Wat is het idee erachter? Uh, nou ja, het mag duidelijk zijn dat ik, uh, dat ik verdere ambities heb. En uh, nou ja, met één jaar verlengen. Uh, ik had een aflopend contract en uh, die had ik ook uit kunnen zitten. Alleen ik wil wel uh, ja, een jaar verlengen en een jaar extra zodat. Uh, zodat als ik volgend jaar een stap kan gaan maken, dat Sparta er ook iets moois aan overhoudt. Want dat heb je wel met elkaar besproken. Eigenlijk moet jij na dit seizoen, als alles goed gaat en zo blijft gaan als dat het gaat, een stap gaan maken. Ja, dat is wel een intentie van mij en ook, en ook van Sparta. En dat hebben we ook duidelijk naar elkaar uitgesproken. Dus dat, ja, dat moet wel gaan lopen zo. Toch heb je denk ik signalen die ervoor zorgen dat jij op die manier bent gaan denken. Klopt dat? Uh... Nou ja. Je neemt, je neemt zo'n beslissing, zo'n positie in de onderhandelingen niet zomaar in, neem ik aan. Nee, nee dat is ook zo. Alleen uh, wat ook mee heeft gespeeld voor mij is dat ik, uh, ja, ik speel echt al heel lang uh, bij Sparta. En ik denk dat het in iemands carrière ook wel eens uh, goed is om uh, wat nieuwe mensen uh, uh, te zien en mee te werken. En uh, daar ga je uiteindelijk ook zelf uh, nog beter van worden, denk ik. Want wat zijn jouw ambities dit jaar? Vorig jaar begon je het jaar natuurlijk als een keeper die de Super League had meegemaakt, daar het goed gedaan had. Het afgelopen jaar heb je het bij Sparta ook goed gedaan, omstreden eerste keeper. Wat zijn dit jaar jouw vervolgstappen? Uh, ik wil uh, nog dominanter worden bij Sparta. Ik wil echt uh, een soort leider worden ook in het team. Uh, ja, je speelt er al lang, dus je moet ook uh, die stap mooi ook gaan maken om, uh, om uh, nog meer leiding te geven. En ik wil gewoon uh, ja, punten gaan pakken voor Sparta. Belangrijk zijn. En dat, we, en dat we het als team, ook als collectief, ook gewoon beter doen dan vorig jaar. Nog een paar dagen is, dan gaat het beginnen, het seizoen. Uit tegen VVV Venlo, de trappen af zometeen. Het is lang geleden dat dat in de Eredivisie heeft gekund. Um, ja, kijk je eruit, naar uit? Ik neem aan van wel. Ja, ik, ik ben heel blij dat het, weer, dat het weer gaat beginnen. Natuurlijk, we waren al begonnen met de voorbereiding, alleen dat is, dat is toch anders. Nu komt de, de drukte weer bij en uh, ja, ik heb zin om mezelf weer te laten zien. Geoefend tegen Ajax, een beetje een veredeld reserve-team van Ajax. Um, die wedstrijd heeft niemand gezien, dus de vraag is aan jou, hoe is die gegaan? 3-1 verloren, dat weten we wel. Ja, 3-1 verloren, dus de score was, was niet in ons voordeel. Alleen, uh, ja, we hebben nog een aantal dingen uh, kunnen werken, uh, oefenpunten. En ja, dat is niet uh, mooi, of uh, het kan niet mooier, denk ik, dan dat je dat tegen, tegen Ajax oefent. Dan worden gelijk, uh, ja, de mindere dingen worden blootgelegd en uh, ja, de goede dingen, die, die zullen dan tegen VVV ook wel goed gaan. Ja, want wat zijn dan de mindere dingen waarvan jij denkt van dat moeten er nog uit? Misschien een beetje onervarenheid doordat een aantal nieuwe spelers is gekomen. Je bent natuurlijk nogal wat kwijtgeraakt voor jouw ogen ja. van Drollen en Dumfries. Ja, tuurlijk. En uh, ja, wat vooral is dat je, je hebt een aantal nieuwe mensen hebt en die moeten, die moeten misschien wennen aan, uh, aan de speelstijl. En aan het compacte staan, de coaching, uh, coaching onderling. En dat, uh, ja, dat zijn, uh, dit soort wedstrijden zijn er mooi voor om dat uh, te oefenen.